Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 9 november. Veel bewolking boven Nederland en er valt weer van tijd tot tijd regen of motregen. En dit weerbeeld dat houden we ook voorlopig, want ook morgen ziet het er grijs uit met af en toe wat motregen. Woensdag ook nog veel bewolking, maar dan gaat geleidelijk aan wel de zon af en toe doorbreken. En blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Nou, vanavond is dat niet het geval. Er valt af en toe regen of motregen in vrijwel heel het land. De temperatuur ligt tussen de 12 en de 13 graden. Er staat ook veel wind, een matige tot krachtige wind boven land. En langs de noordwestkust en in het waddengebied gebied is de wind af en toe hard, windkracht 7. Lokaal zelfs wel eventjes stormachtig, en dat is windkracht 8. Ook vannacht nog steeds veel bewolking en hier en daar een spatje regen bij temperaturen die hoog blijven, zo tussen de 11 en de 13 graden. De wind die blijft stevig doorstaan en is vrij krachtig tot krachtig. En nog steeds ook in het noordelijk kustgebied af en toe hard tot stormachtig. Morgen overdag gaat die wind geleidelijk aan iets afnemen. Het is nog steeds bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat regen of motregen. De temperatuur ligt in de middag rond de 14 of 15 graden. In het noorden blijft het waarschijnlijk nog een graadje koeler. En de dagen erna? Nou, het blijft gewoon wisselvallig. Met woensdag nog steeds veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond de 14 graden, dat geldt ook voor de donderdag. Maar dan breekt de zon weer wat vaker door en is het op de meeste plaatsen ook droog. Vrijdag daarentegen vallen er diverse buien. De wind die trekt ook weer aan, die wordt matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En in het noordelijk kustgebied kan de wind ook weer af en toe hard worden. Tussen de buien door is er wel wat ruimte voor de zon. Op vrijdag zo'n 12 tot 13 graden, dat is ook een temperatuur die we rond de zaterdag zien. Op zondag wordt het nog eventjes wat warmer, rond de 15 graden, maar volgende week gaat het heel langzaam met kwik wat dalen. We komen uiteindelijk uit op temperaturen zo rond de 10 graden. Nachttemperaturen blijven voorlopig nog ruim boven het vriespunt. Mijn naam is Raymond Glazen voor Weerplaza.